Goedemorgen. Het is 6:00 's ochtends. En mijn dag moet gaan beginnen. Het is zaterdag vandaag. En het wordt vandaag een hele drukke dag voor mij, want ik moet ontzettend veel dingen doen. En ik ga vandaag iets heel tofs doen. Zoals jullie misschien wel weten, wordt Mickey dit jaar 90 jaar. En om dat te vieren, ga ik vandaag iets heel bijzonders doen. Ik ga vandaag namelijk in de huid kruipen van Mickey Mouse. En als je nou afvraagt, hoe gaat Elin dat nou doen? Nou, ik heb het al neergelegd gisteravond. Dit worden mijn vrienden van vandaag. De handschoenen van Mickey. Ik ga dus de hele dag deze handschoenen dragen. En in de huid kruipen van Mickey Mouse. Om te vieren dat hij 90 jaar geworden is. Want ik ben namelijk Mickey ambassadeur. En ik dacht, dat is misschien een leuke, ludieke manier om dat te vieren. Ook op mijn YouTube kanaal. Dus ik ga de hele dag die handschoenen aan hebben. En ze zijn echt super onhandig, want ze zijn echt heel erg groot. En dan gaan we zien hoe ik deze dag ga overleven. Ik moet heel veel dingen doen. Misschien moet ik die handschoen maar eens aan gaan trekken dan. Ja, ik moet trouwens ook nog gaan douchen. Ik trek ze na het douchen aan. Anders worden ze helemaal nat en dan hebben we niks aan. Maar ze zijn heel erg strak. Het wordt een leuke dag. Dat is dus niet te doen. Het leven van Mickey is zwaar. De camera al vastpakken. Inschakelen. Is al een drama. Wow. Maar dit is bijna levensgevaarlijk. Gelukkig heb ik een automaat. Dus hoef ik niet te schakelen. Ik hoef ik even op het stuur te zitten. Ik ben nu dus in de Haan aan zee. Oh, het is hier koud! Oh, dat heb ik me een beetje op verkeken. Ik denk nog dat het een beetje zomer is, maar het is hier echt ontzettend koud. Het is zo koud en het waait echt als een malle. Ik ga zo ziek worden hiervan. Maar als ik nu naar me omdraai, zie ik de zon. Chris, dat is Chris, onze klankman. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Joffrey, dit is onze producent. Hey. En regisseur en monteur, eigenlijk doet hij alles. Ja. Hij doet eigenlijk alles. En zij denken, wat de fuck doet hij met die handschoen? Ik ben vandaag een dagje Mickey Mouse. Ik had u al amper. Ja, toch? Ik dacht ook. Ja. Ik heb er een sjaal aan getrokken, want het is best fris hier. Zo, de opname is klaar, tenminste de eerste opname. Ik moet nog even ontbijten, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Dus ik heb nu
Crackers, ja, het is wat ik heel erg merk als ik zo vroeg moet opstaan. En gisteren was het ook heel erg laat. Ik moest mijn YouTube-kanaal iets draaien. Ik had geen tijd meer om boodschap te doen, want de winkels waren al dicht. Dan ga ik heel slecht voor mezelf zorgen dat ik echt niks heb om te eten. Ik zit eindelijk aan een heel streng dieet. Maar nu moet ik maar een cracker in de auto. En uiteraard krijg ik de cracker niet uit de verpakking. Want ja, het is het leven van Mickey. Leven van de showbiz. Oh. Nou, ik ben nu inmiddels weer terug gekomen en nu in Schelle. En dus we gaan nu naar een optreden. Touch the peepee! No touch the peepee! Touch the peepee! No touch the peepee! Moet toch ooit dat weer zeggen? Ja, ik ga ook nog naar de wc. Maar ik heb het uitgesteld. Ik moet langzaam wel beginnen plassen. Hoe kan ik touch the peepee? Zo, we zijn aangekomen bij het optreden. Dit is mijn bakje met eten voor vandaag. Want ik wil graag gaan eten. We gaan nu naar de backstage. Ja. Moet ik al een beetje verder gaan zitten? Nee, dat gaat goed komen dit. Gaat goed komen. Het leven voor Mickey is niet makkelijk. Dat is wel duidelijk. Nee, dat is iedereen die zegt. Ja, laten we. Ik kan het wel zo doen. Dat is makkelijker. Maar het komt goed, het komt goed. We hebben nog een uur, hè? Ja. Voilà. Dat is voor alle gangen dan, hè? Niet alleen voor de soep, hè? Dat is voor alle gangen. De drum is zo meteen, maar dit is niet te doen. Dus ik denk dat ik ze nu echt uit moet gaan zetten. Uit moet doen. Andere micro. Het zit al vast geplakt aan mijn handen. Zo, toptreden zit erop. Niet met de handschoen, weliswaar. Dat kon echt niet. Maar hij is weer aan. En het leven van Mickey gaat door. Vond je het een goed optreden? Yeah! Het was een goed optreden kennelijk. Yes! Ik weet dat vaak niet. Dat is voor mij wel. No sexy time. No? No sexy time? No! No, 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 tot je rood, baby! Zo, nu ben ik hier bij de Zep. Daar heb ik een hele fijne deal mee, waar ik altijd kleren mag gaan halen. En ze hebben zulke toffe kleren hier. En mijn ouders die waren in Antwerpen vandaag en die zijn ook eventjes bij de Zep. Het gaat bijna sluiten, het is bijna sluitingstijd. Hey, hallo, broer. Hey. Hallo. Wat doen we? Hoe gaat het? Goed. Ja, ik ben steeds mijn vlog aan het maken van mijn dag als Mickey Mouse. Dus ik moet zelf ook nog wat kleren checken. Even kijken of er nog misschien iets leuks tussen zit. Oeh, like it. Die heb ik. Daar vind ik ook een toffe jas. Amai, amai. Dat is ook bijzonder. Dit heb ik al. Hallo. Hi. Heb je iets gevonden? Ik heb deze gezien. Wat vind je ervan? Maar leuk. Solden, altijd goed. Er is altijd heel veel solden bij de Zep. Ik ga ook even kijken of ik nog iets kan vinden. Oh, ik heb plek geshopt. Obviously, I have good taste. Shopzep.be. Schoenen gekocht. Nu gaan mijn ouders weg. Terug naar Nederland. Bye. Dag. Vraagt je misschien af, is it really happening? Ja, this is really happening. Ik denk dat dit misschien wel het moeilijkste punt is waar ik nu tegenaan loop, nu ik een dagje in de huid kruip van Mickey Mouse. Het toilet. Dit is niet te doen. Dit is echt het grootste... Oké, nu kan ik natuurlijk maar één hand gebruiken, want mijn andere hand, daar heb ik nu de camera mee vast. Wat ook al een drama is, maar... Zelfs dan nog, je kunt het niet vouwen. En ik ben een vouwer en geen propper. Dus
meteen een confession. Dus... Mickey, ik heb echt heel veel respect voor je. Nu zit ik al met het volgende probleem. Ik ben eindelijk eventjes vrij, ik hoef niks te doen, dus ik zit lekker op de bank. Even te niksen en... Nou ja, eigenlijk wil ik niet gaan niksen, ik wil eigenlijk gaan Netflixen. Het is zo simpel, ik heb hier op mijn afstandsbediening een knop zitten met Netflix erop. En ik krijg mijn afstandsbediening met moeite al gepakt. Laat staan dat ik op een knop kan duwen. Netflix. The struggle is real. Ja! Het is gelukt. Dit ben ik. Het is niet makkelijk. Ben ik aan het kijken? Suits ben ik aan het kijken. Ja. Nu kan ik relaxen. Even me time. Even Mickey time. Het is inmiddels 10:00. En om de dag af te sluiten ga ik nog eventjes mezelf nog extra in de Disney dompelen. Ik ga namelijk naar de bioscoop. Incredibles 2. Nog steeds niet gezien. Kaartjes te kopen, maar dat is... Ja, nu heb ik... Oh, dit is wel... Oh. Ja, dat moet zonder de hand. Oeps. Film is afgelopen. Ik moest mijn handschoenen afgeven. Want ik had ze in de rugzak gestoken. Omdat ik... ik had een rugzak meegenomen om die handschoenen ook mee te nemen. En toen moest ik ze allemaal afgeven. Toen ben ik thuis gestoken. Nu ga ik mijn handschoenen weer halen en nu weer aantrekken. Het is een hele leuke film. Love it. Wat een dag. Het was een zeer heftige dag. Vroeg opstaan, zeer weinig slaap, veel gedaan, overal en nergens weer geweest. Vanochtend was ik gewoon nog aan de zee in België. Ik ben in Roeselare geweest, ik ben in Schelle geweest, ik ben in Antwerpen geweest, ik ben in Heijs op den Berg geweest, ik ben weer in Antwerpen geweest. Ik heb heel België vandaag weer gezien en ik ben echt kapot. Het is inmiddels alweer zondag geworden, want het is al na 12:00. En ik denk dat het tijd is om eindelijk afscheid te nemen van mijn dag in de huid van Mickey Mouse. Ik vind het heel leuk en aardig allemaal, Mickey. Maar ik ben toch liever mezelf, merk je wel. Incredibles was heel leuk. Hele leuke film. Dus als je hem nog niet gezien hebt, ga hem zeker kijken. Ja, voor mij echt jeugdsentiment, want hoe lang is het geleden dat die film in de bioscoop was? 10 jaar geleden, 14 jaar geleden? Nou, dat was echt toen ik jong was en The Incredibles zag. En ik dacht, het leuke is aan het verhaal dat echt doorgaat waar de film destijds toen gebleven is. Dat is wel echt heel leuk. Erg van genoten, samen met Marie. Was gezellig. Nu ben ik echt moe. Dus ik ga mezelf eindelijk bevrijden van deze verschrikkelijke handen. Er zit zo'n touwtje in mijn mond. Goed. Dit was mijn dag in de huid van Mickey. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, doe dus een keer je duimpje omhoog. Vergeet er ook niet ook op de abonneerknop te drukken. En laat zelf zien hoe je de verjaardag van Mickey viert. Hoe jij Mickey's 90ste verjaardag zelf viert. Laat het weten via een foto of via social media. Je kunt me overal vinden. En tot de volgende keer. Ik ben echt moe. Ik kan niet meer. Goed. Love you. Bye.